Kijk, ik weet best dat wij hier als een stel collega's bij elkaar zijn. Maar bij de evaluatie van de vorige masterclass kreeg ik een beetje op mijn donder van één iemand die zei van... ja, je veronderstelt dat ik alles al weet, maar ik kom naar een masterclass om wat te leren. Dus als ik soms dingen zeg die je al lang weet, dan moet je de inleiding van mijn boek eens lezen. Want daarin beschrijf ik dat ook ik geacht word om alles al lang te weten. En als studerend erachter kwam dat ik het helemaal niet wist en dat ik wat vraagtekens moest zetten. Maar dat ik toch gewoon dapper doorgegaan ben, ook al weten jullie alles, vind je het goed dat ik er toch nog wat over vertel? Zo hangt het ongeveer samen. Nou, ik ga nu heel bekende dingen vertellen. Ik ga even praten over de voor- en nadelen van de single-ended versterkers en push-pull versterkers. Weten we allemaal al lang, maar het is toch wel leuk om er even naar te kijken. Ik ga nu nauwkeuriger naar de uitgangstravo kijken. Vooral weer op de randgebieden, om te kijken waar dingen mislopen en wat je daaraan kunt doen. Ook al koop je een uitgangstravo die niet van Menno is, en die haalt misschien de Menno-criteria niet, het zal me even woest wezen allemaal. Ook al koop je die dan, dat je toch met externe maatregelen die travo helemaal kunt dwingen om in een bepaald raamwerk te zitten. Daar ga ik wat uitleg over geven. En dan... Wat is OPT? Output Transformer. Ja, het is een afkorting die toch wel veel voorkomt. En ik veronderstelde dat die bekend is. Dus ik gebruik hem maar. En dan... Als derde hoofdstukje in dit stuk wil ik gaan praten over de dempingsfactor. En daar treedt een hele vreemde variatie in op, die ik ook uitgelegd heb. Dynamische dempingfactor distortie. Het is een Engelse term. Dynamic damping factor distortion. Heb ik ook uitgevonden. Ja. Heb ik ook gepubliceerd. Daarna werd het doodstil. Ja. Wat zeg je? Komt dat terug in jezelf? Nee. Nee, hoofdstuk 4 en 5 spreken daarover. Wat zeg je dat? Wat zeg je? Ik had het over jezelf. Ja, dat is een verhaal apart. Ja. Ja, nee, is goed. Ik wil het wel doen, maar... Nee, het mag ook. Nee, je krijgt alle ruimte daarvoor. Ik moet alleen even plannen in tijd. Nou, als eerste ga ik nu even praten over single-ended. Je kent dat principe, hier staat zo'n schemaatje van een enkele eindbuis. Het is op zijn meest eenvoudige manier getekend. Trafootje in de anodeleiding. Het probleem bij deze dingen is dat hier een permanente ruststroom doorheen stroomt. Dus die stroomt ook door die primaire heen. Die ruststroom die magnetiseert de kern. Om dat in de vingers te houden, zet je een spleet in die kern. En dan heb je nog wat magnetisme over. Nou, ik noem het hier, het is een enkelvoudig eindbuis. Je mag ook eindbuizen aan elkaar parallel denken. Je hebt een enkelvoudige primaire wikkeling die wel heel complex gewikkeld kan zijn overigens, hoor. Gesegmenteerd en met omgedraaide richtingen en weet ik wat allemaal. Door de primaire loopt een constante ruststroom. Nou, de kern moet dan een spleet hebben om met die ruststroom om te kunnen gaan, anders raakt hij in verzadiging. En slechts de helft van de magnetische ruimte van de kern is verouderd. Dat moet ik even tekenen. Kijk, je hebt hier de zogenaamde BH-curve. Ik teken even de maagdelijke kromme daarvan. Als je push-pull hebt, dan begin je vanaf dit punt en dan kun je naar boven en naar beneden. Als je single-ended hebt, dan begin je vanaf dit punt. En dan kun je dit stukje naar boven en dit stukje naar beneden. Dus je hebt maar de helft van de magnetische uitstuurbaarheid van die travo gebruikt. Dit stuk gebruik je en dit stuk gebruik je niet. Er zijn wel weer trucken voor, maar dit is wat gemiddeld gebeurt. Nou, je kunt dus dan kijken van welk vermogen je uit zo'n travo kunt halen. Omdat je maar de helft van de magnetisme kunt gebruiken, heb je ook maar de helft van de spanningsvariatie.
En spanning in het kwadraat, gedeeld door impedantie, is vermogen. Dus je kunt maar het kwart van het vermogen van de kern gebruiken in vergelijking met wat je zou kunnen als er geen gelijkstroom erheen liep. En dus het nadeel is dat die kernen bij single end, dat die moeten groot zijn. Want anders krijg je gewoon dat er geen ruimte is voor het DC-gedeelte en AC-gedeelte. Het is niet de meest optimale manier om de kern, efficiënte manier moet ik zeggen, om de kern te gebruiken. Maar kun je ten voordele misschien zeggen dat die wel op een meer of meer lineair ja. De vlak staat? Ja, dat is zelfs heel wezenlijk. Dat is heel wezenlijk, ja. Dat is een ja. En dat verklaart dan weer waarom je bij single end het microdetail zo goed kunt horen, omdat die trafo zo lineair is. Maar daar kom ik straks in het laatste deel op terug. Nou, er is nog een nadeel. Kijk, je kunt die LP van die trafo schrijven als mu nul NP in het kwadraat mal A gedeeld door L gap. Dat is die spleet plus L core gedeeld door mu R. Meestal is dit stukje verwaarloosbaar. En krijg je dat de zelfinductie alleen hoofdzakelijk door die spleet bepaald wordt en het aantal windingen. Nou, het resultaat is dat je bijvoorbeeld bij een push-pull versterker een maximale zelfinductie van 500 Henry met gemak haalt. En bij single-ended dat je blij mag wezen als je ruimte hebt voor 20 Henry. Dus daar zie je al een schaling in van ja, je hebt echt een probleem omdat die gelijkstroom opgevangen moet worden. En dat offer je dan op aan een lagere zelfinductie. En dan ga je bij het laag. Maar het voordeel is dan weer dat die zelfinductie die je daar krijgt, die wordt bepaald door de spleet. En niet of nauwelijks meer door de magnetische eigenschappen van het staal, de mu R. En dat betekent dan weer dat die zelfinductie lekker constant is. En niet zo gek aan het variëren slaat. Dus ieder voordeel heeft steeds weer een nadeel. Dan zeg ik, er is nog een voordeel omdat je maar met één eindbuis te maken hebt. Hier staan de VA-IA-karakteristieken. Heb je te maken met een enkelvoudige loodlijn als dit het instelpunt is. Het is niet helemaal waar, want bij lage frequenties gaat de lijn er zo uitzien. Wordt hij een ellips. En waardoor ontstaat die ellipsstructuur? Omdat LP fasedraaiing geeft en de inwendige weerstand van de buis niet. En dan krijg je dus die twee samen dat die dus stroom en spanning gaan verschuiven. En dan krijg je een heel gek verschijnsel dat je hier vastloop kunt krijgen. Hoe zie je dat? Dat zie je in de sinusweergave als dit. Het is bijna niet te tekenen, maar het is hier een stukje wat recht wordt. En dan loopt hij daarop vast. Dus de loodlijn is recht. Ik bedoel daarmee dus eigenlijk, ja, je hebt alleen met impedanties te maken, maar bij hele lage frequenties treedt er ook nog weer faseverschuiving op en dan wordt hier een ovaal. Ja, dat is inderdaad een voorbeeld van een mooi Lise Schuh figuur. Dus dit zijn de eigenschappen van single-ended. En er zijn plussen te noemen, er zijn minnen te noemen. En ik heb ze hier geprobeerd door deze vergelijking even op een lijntje te zetten. Er zijn wat voordelen. En er zijn wat nadelen. De voordelen, het zijn heel eenvoudige schakelingen. Twee buisjes, drie misschien, weinig weerstanden, weinig condensatoren. Zeer mooi. Ze vertonen een optimaal trafo-gedrag met de uitgangstrafo. Ik leg dat in het vierde blok, leg ik dat uit. Als je low-mu-buizen hebt, dat zijn van die buizen die, waarvan de karakteristieken er zo uitzien. Keurig op afstand van elkaar. Hier staat VAK uit en hier staat I uit. En hier staat VGK uit. Als je dat soort buizen hebt en die lijnen gaan lekker stijl lopen, dan worden het verdomd lineaire versterkers. Echt heel mooi. En
Die zijn heel goed in staat om vooral micro-details weer te geven, waardoor je, als je er naar luistert, het gevoel krijgt alsof je dat holografische geluidsbeeld krijgt. Alsof het je helemaal omringt en overal kun je details horen. Die hoor je bij een push-pull versterker lang niet altijd. Ja, je hoort het wel, maar dan moet je het wat harder zetten. Ja. Maar dat kan bijna altijd beter. Ja. Nou, en ze hebben echt wel vervorming. Daar kijk ik straks in detail wel even naar. Maar dat is dan hoofdzakelijk tweede harmonische. Dus wat je dan ziet, is dat je de grondtoon hebt hier. En dan heb je een tweede harmonische. Dus 1, 2. En een heel klein beetje derde en zo. Het lijkt, dit maskeert allemaal heel mooi. En dat valt ook onder de maskeringscurve van je oren. En daardoor hoor je die vervorming eigenlijk niet. Het is een heel, heel mooi gedrag is dat. Hè? Het oor, als je die een toon aanbiedt, dan heeft die een maskeringscurve. En als tonen onder die maskeringscurve vallen bij een andere frequentie, dan neem je ze niet eens waar. Dat is, nou, het vervormingsgedrag van die triode, dat past daar naadloos op. Daarom worden die dingen ook zo gewaardeerd. Het zijn natuurlijk ook nadelen. Ik begrijp dat er koffie is nu, hè? Ja, dan rond ik dit stukje even af. Je hebt verhipt te veel ijzer nodig. Vroeger was dat geen probleem, want toen waren trafo's de goedkoopste dingen en condensatoren de duurste. Nu is het net omgekeerd, dus nu is het een nadeel. Je hebt dure componenten nodig, want de trafo's zijn loeien en de loeien duur. En je wilt ook graag met mooie condensatoren werken, je wilt dan het onderste uit de kan hebben. Dus graag condensatoren van zilver of goud. Je moet heel zware eisen stellen aan de voeding, want die mag niet meer rimpelen. Want bij een balansversterker wordt dit de versterking en of die voeding een beetje rimpelt, zo dat zijn zorg geweest, dat compenseert. Maar bij een single end, het is dit de drijvende, en als deze dan ook lekker staat te kloten, te rimpelen, dan krijg je het allemaal op de luidspreker terug. Dus je moet je voeding heel goed met een smoorspoel of met een actieve schakeling moet je stabiliseren, anders krijg je brom. Dat moet gewoon. Nou, daardoor krijg je sowieso al een voedingstravo en een smoorspoel en een uitgangstravo, dus het moet allemaal groot zijn. Dus je krijgt een grote, zware, dikke ombouw. Dus de kast moet ook van 5 mm staal zijn, om het allemaal stevig te houden. En wat is je beloning? Een prachtig holografisch geluidsbeeld. En dan aan de lage kant krijg je een begrenzing. Want die LP gaat dan weer in. En dat is echt de LP-invloed. En daar kun je niet zoveel aan doen, want die trafo die moet de balans vinden tussen zijn eigen ruststroom die moet verwerken en de laagweergave en de grootte van de kern en de prijs van het ding. En dit is gelukkig wel een constant punt, maar daarom klaagt men er bij de triodeversterker wel eens over dat ze ontzettend mooi klinken, maar je moet er geen laag van verwachten qua power en push en pull en dreun en drive en slap en hoe je dat allemaal maar noemen wil. Daar hebben ze het gewoon moeilijk mee. Dan zit ze op een werking van een randgebied. Dus dan zie je verbazingwekkend genoeg mensen combinaties maken van voor het midden en hoog vanaf 100 hertz. Een bloedmooie triode versterken en dan moet die power, dat wordt dan door een subwoofer-achtig ding geleverd met transistoren. Ik kan het me voorstellen, want die buis kan het niet. Heren, koffie. Ik zie tot mijn vreugde dat de nodige gesprekken al plaatsvinden en discussies en zo. Ik vind het uit de kunst, jongens. Ik vind het uit de kunst, want we voeden elkaar op. En ik neem nu weer even de lijn over door mijn riddeltje af te draaien. Ik ga het nu over push-pull hebben. Heel eenvoudig, hè? Push-pull is dus dit, twee buisjes. Ik teken alleen de anodes. Die hangen samen aan een voedingstrafo, aan een uitgangstrafo die in het midden de voedingsspanning krijgt. De stromen die lopen zo. De ruststromen. Nou, je hoeft maar even te kijken om dan te begrijpen dat in de primaire die twee ruststromen elkaar netjes compenseren. Dus dat levert dan geen veld op. En daardoor zit je niet met dat ruststroomprobleem en daardoor hoeft er geen spleet in de kern te zitten. En omdat je de wissels... Goed balanceren. Zeg je? Wel goed balanceren. Jawel. Nou, de wisselspanning die lever je in omgekeerde fase aan. En daardoor werken ze elkaar niet tegen, maar daardoor werken ze net mee. Dus het middelpunt van die voedingstrafo, dat zit nu even in onze gedachten, van die uitgangstrafo, dat zit hier. En hier zitten die twee zijkanten, dus hij doet dit. Nou, push-pull, wip-wap, hoe je het ook noemen wil. En dat is dus de essentie van die versterker.
waardoor dat zo goed gaat. Nou, er zijn natuurlijk een aantal problemen die je krijgt. En daar ga ik een beetje induiken. Een van de grootste problemen is dat de loadline dubbel is. Omdat je versterker meestal niet in klasse A ingesteld staat, maar in klasse AB. Wat betekent dat? In klasse A zijn beide eindbuizen aan het geleiden. De ene meer, de andere minder enzovoort, beurtelings. Maar bij klasse B dan is deze afgeknepen geraakt en doet die het werk alleen. En een tijdje later doet die het werk alleen. Dat is dan die klasse B situatie. En kijk, als beide eindbuizen werken, dan drijven ze samen die trafo aan. En elk neemt dan een helft voor zijn deel. Maar als één eindbuis werkt, dan is dit stuk nutteloos en alleen deze is actief. Nou, je werkt dan met een half NP. En dan is de set A die actief is, in klasse B dus, is evenredig met het aantal windingen in het kwadraat. Dus die is dan een kwart set AA. Dat geldt in klasse B. En in klasse A geldt dat je werkt per buis met een half set AA. Nou, ik heb het hier in een schetsje gedaan. Dit is een schetsje van één eindbuis. Hier staat de spanning tussen op de anode aan. Hier staat de stroom uit. En dit is je rustpunt. Wat? Nee, toch? Jij krijgt... Klasse B? Jij krijgt straks, als ik mijn verhaal af heb, heel veel ruimte. Maar nu ga ik even door op deze lijn. En dat hou ik nu even heel stug vol. Dit is de BJ's Thomson-constructie. Ik stel die buis in op een ruststroom van ongeveer 65 milliampère, het staat er ook onder. En die buis, die gedraagt zich volgens deze loodlijn. Hij ziet een half set AA. En je ziet hier al dat die ene buis, als de spanning hier geraakt is, ophoudt met geleiden. De andere buis, die neemt als het ware de functie dan over. En die gaat volgens een kwart set AA werken. En dan gaat de belastingslijn dus zo door. En dat is heel netjes uitgewerkt en besproken in mijn boek. Je ziet dus dat die belastingslijnen, dat die een knik vertonen. Het is de beroemde knik van de overgang van klasse A naar B. En dat totaal noemt men dan AB. En ik heb dat hieronder ook nog een keer weergegeven. Tot zover is de spanningsvariatie in A bij de eindbuizen en dan neemt het B-gedeelte over. Ik bespreek het uitgebreid in mijn boek en mijn vorige masterclass is hier ook over gegaan. Dus ik laat het nu verder rusten. Hè, maar dat is de situatie waarin ik werk. Nou heeft dat een heel gek gevolg. Wij moeten ons goed realiseren dat die buis in het punt op de loodlijn, of in het punt ja, op de loodlijn waar die zit, een inwendige weerstand heeft. Dat is die helling. En hier zit die helling weer, en hier zit die weer, en hier zit die weer. En je moet dan heus niet denken dat die helling constant zijn, maar die hellingen die variëren. Dus we zeggen dan, die buis die heeft een inwendige weerstand en die varieert, die is niet constant. Dat heb ik in dit figuurtje, wat in hoofdstuk 3 een hoofdrol speelt, weergegeven. Hier is je rustpunt. Hier is de inwendige weerstand van buis 2. En hier is de inwendige weerstand van buis 1. En in dit domein van hier tot daar werken ze samen. Dus dan moet je ook die inwendige weerstanden parallel aan elkaar denken. Dat bewijs ik dan ook allemaal. En dan houd je dit als effectieve inwendige weerstand van de twee buizen over. Dan daarna, naar boven toe, is nog maar één eindbuis aan het werk en volg je zijn krommen.
en naar beneden toe, de andere kant op, precies hetzelfde. Dus je krijgt een heel apart figuur. En dat figuur toont aan dat afhankelijk van de uitsturing vanaf hier, hè, want in het midden dan zit je in de rustinstelling, naar links en rechts gaande, zie je forse veranderingen optreden in de inwendige weerstanden van de buis. En die inwendige weerstand is eigenlijk degene die via de trafo de luidspreker gaat dempen. Straks duik ik er dieper op in. Je ziet hier al de eerste aanzet. Ja, je kunt hem gewoon getransformeerd in serie met de luidspreker denken. Dat is de uitgangsimpedantie wordt het dan. Dus je krijgt een sterk signaalafhankelijke variabele dempingsfactor. Die daardoor optreedt. En dat noem ik dan straks die dynamische dempingsfactor distortie. En ga er dan dieper op in. Dit is een van de killing points. En er zijn mensen die zeggen van, kijk, hier treedt die overgang op van klasse A naar klasse B. En dat kan ik horen. En die zeggen van ja, het geluidskarakter verandert dan en dat vind ik het al niet zo mooi meer. En het aardige is om over de quadversterker ditzelfde figuurtje te tekenen. En quad had dat ding zo ontwikkeld dat die inwendige weerstand dit deed. Heel zorgvuldig dat hij volledig helemaal in het klasse A gebied stond. Dat betekent dat de quadversterker, de quad 2 bedoel ik, hè, die ik in hoofdstuk 6 bespreek, dat hij slechts 12, 13 watt uitgangsvermogen heeft, flink aan het stoken is. Maar hij staat volledig in klasse A. En die inwendige weerstand is keurig nagenoeg constant. En dat reken ik in hoofdstuk 3 ook helemaal uit, hoe je dat moet doen hoor. Ik laat daar verschillende instellingen zien. Maar Peter Walker heeft daar gewoon volgens de regelen der kunst heel netjes vermogensoverdracht gepleegd met een constante uitgangsimpedantie. En daarna heeft hij pas nog wat tegenkoppeling toegepast. Maar dat heeft hij perfect gedaan. Indrukwekkend goed, vind ik. En dan heb ik het nog niet eens over of die versterker mooi klinkt of niet. Daar gaat het me niet om, maar de theorie is heel goed gevolgd. Nou, dan kun je... Mag ik daar één ding over zeggen? Ja, natuurlijk mag je er één over zeggen. Kleine zetbuisjes. Ja. Waarbij dat die nu in elkaar storten, met overname en dan heb je het hele effect niet. Bijvoorbeeld de IL-1150, dat is een schitterend buisje, je kunt op 2 manieren 200 watt maken, als je dat zou willen. En we hebben dat effect er niet. Ik heb eraan gemeten. Niks. Als je goed instelt, is dat effect er niet. Nee. Dat zit er niet. En waarom is dat zo? Dat is een single-sided buis. Ja. Je moet interpolatiecijfers halen van beter dan 35 dB. Als je een klasse B zegt, gewoon erover kunnen. Ja. En daar zit, ik heb die ontwikkeling van die buis meegemaakt. Ja. En dat daar speciaal op gelet is, dat de ontwikkeling van die roos en zo. Ja. De techniek gaat er niet om, maar dit verschijnsel is er praktisch niet. Nee. En dat als je, als je buizen kiest, dan moet je daarop letten. Ja. En kijk vooral eens naar kleine zendbuizen. Oké. Goed, daar heb ik dus geen ervaring mee. Ik weet wel dat op een bepaald moment bij Siltech of STC, zij ook met die kleine zendbuizen die met aircooling er nog, met die vinnen eromheen zijn, dat keramisch zijn ze gaan werken. Dus het is geen onbekende materie, maar ik zit daar niet zo goed in. Ik werk meer met de standaardbuizen. Maar het is een punt van belang, die variatie van die inwendige weerstand. En het is ook de studie waard, want ik heb zelf proeven met deze versterker gedaan die hier staat. Die staat nu op een hoogspanning van 450 volt. En een ruststroom van 80 milliampère per buis. En dan is hij heel mooi rustig, wat dat inwendige weerstand. Daar is hij op ontwikkeld. Maar als ik dit schakelaartje omzet, zo, dan gaan wij naar de huiskamersituatie. We luisteren naar muziek op de achtergrond. De ruststroom daalt dan automatisch tot 40 milliampère, de buizen slijten minder snel en dat muziekje op de achtergrond, dat is prima. Maar als ik dan weer hi-fi weer wil genieten, dan gaat dat schakelaartje gaat weer omhoog. En hier zit dat automatische regelcircuit in, dus je ziet die lampjes die geven nog even aan van Menno, de buis is er nog niet helemaal, maar dat wordt straks weer geel. En dan is hij weer gelukkig en dan kan ik weer high-end draaien, zonder dat ik zo snel die buizen overleden heb. Nou, als ik daarop doorga, dan blijkt dat, en dat kunnen we straks wel even leuk bekijken, er iets bijzonders is in die buizenversterkers, namelijk dat de vervorming die ze zelf opwekken, die bevat veel minder tweede harmonische.
En als ik daar een tekeningetje van maak, is weer een heel klein schetsje. Ik bied 1 kilohertz aan. Kijk eens op. Ja, wat is er? Oh ja. Ik bied 1 kilohertz aan en ik krijg een beetje 2 en naar verhouding meer 3 en een beetje 4 en naar verhouding meer 5. Dus de oneven harmonische, die zijn luider. Ik zal dit trouwens voorkomen nu door dit te doen. Want dan kan ik tot aan de grens werken zonder dat ik dat onbewust 100 dingen tegelijk rekening mee moet houden. Dus dat hebben we ook weer opgelost. Ik wou er een demonstratie van geven. Met de meting op de rode en zwart apparatuur. Wat wij doen is dat we 1 kilohertz aanbieden. Zou je zeggen, we hadden toch een verbod van 1 kilohertz? Nou ja, het meet zo gemakkelijk. We bieden 1 kilohertz aan. 8 volts. Ja, ik denk al wat hoor ik. Oh, is dat de beamer? Kijk, nou, dit is dus een Menno-ontwerp. We zien hier staan 1 kilohertz. Het is een push-pull-ontwerp. Dit is de tweede harmonische, dit is de derde, de vierde, vijfde enzovoort. Ja, en wat ik ook doe, ik kan dat trimmen. De balancering van het aansturen van de eindbuizen. En dan zie je, als ik het een beetje onbalanceer, dan zie je dit. Dat die tweede stijgt. He, want dan worden ze niet symmetrisch aangestuurd. En dan ga ik zo symmetrisch mogelijk aansturen. Naar het minimum regel ik. Nou, dat zit hier. En dan vind ik nog dat ik het redelijk netjes doe. He, dus ik heb wel een tweede harmonische component. En waar komt die tweede harmonische component vermoedelijk dan vandaan? Gewoon uit de driver stage. He, dat die gewoon meegenomen wordt. Maar het is inderdaad een mooi aflopend. En dat, ja, hier knalt het dan in elkaar. Maar als het nou maar onder die maskeringscurve valt. Ja, en dit gaat er waarschijnlijk net. De 4 en de 50 gaan er waarschijnlijk net bovenuit komen. Maar ik heb hier nog helemaal geen tegenkoppeling, niks. Mag ik er even op wijzen dat we moeten denken in termen dat bij een watt of 8 volt, bij 8 watt, 10 watt, hè, dat is echt wat we normaal nodig hebben, meer hebben we niet nodig, dat ik op een open loop zonder tegenkoppeling of wat ook, vervorming heb ongeveer van min 60 dB, dus dat is 0,1%. Dus ik doe geen kloot. Ik corrigeer niks. En toch haal ik dit al. En dat geeft ook aan dat ontwerp wat in hoofdstuk 8 beschreven staat, dat is echt een studieobject geweest. Daar heb ik zoveel energie in gestopt om dat allemaal netjes te doen. We kunnen kijken wat er gebeurt als ik de ruststroom verlaag. Dat ga ik dus nu doen. Dat is een leuk proefje. Wat er in het spectrum verandert. Even de tijd geven natuurlijk om te zien. Ja, want die ruststroom loopt nu terug. Het lijkt erop dat de derde harmonische nu aan het opkomen is. Ja. Terwijl de tweede gelijk blijft, dus dat is dan een terecht uit de voorcircuit waarschijnlijk. Ik kan me niet zeggen hoor. Zeg je? Ik kan me niet zeggen. Nee. Ja, wat wil jij vragen? Oh, dat is 50 hertz modulatie. Dat is nog een restant van de voedingspanning die doorcijpelt. Wat is er? Nee, ik vraag even wat die kost. 18.000. Oh, 18.000, ja. Ja. Kijk, nu heb ik de ruststroom wat lager ingesteld. Dus het ding is veel minder lineair. En nu zien we dus die derde harmonische. Mag ik er even op wijzen dat die derde ongeveer op min 50 zit. Dus dat is 0,3% nog steeds. Het is nog steeds niet veel, maar het is niet waar ik van hou. Ik snap waarom ik, als ik high-end wil luisteren, dat ik hem dan even op die hoge ruststroom zet. Dat is alleen de buizen leven dan zo kort. Dat is een nadeel daarvan. Ja. Ik, als je het goed vindt, dan zet ik hem weer even op 80. Ik wil even kijken hoe dat zich ontwikkelt. Ik vind het toch wel heel spannend eigenlijk om dit zo te kunnen zien. Hey, ik heb nu de ruststroom weer dat hij naar hogere waarden groeit. Tussen de levensduur van buizen, ik weet uit de zendtechniek.
dat die hoop in hoge mate afhankelijk is van de groeispanning. Ja. Maar niet van de stroom. Goed. Kijk, je ziet nu die derde harmonische, zie je rustig weer richting ik ga weer naar beneden vrolijk. Maar de vierde komt wel op. Dus het is een beetje stuivertje wisselen wat er gebeurt. Ja. Ja. Ik denk dat het beste is om hem even stop te zetten als meting. Dus dat hij geen meetsignaal nu meer krijgt. Hè? Want anders wordt de versterker ook zo uitgeput. Ik zet hem dus nu op lage ruststroom. Oké, gaan we weer door met het verhaal. Nou, de voordelen van push-pull. Heel veel vermogen, je kunt efficiencies halen. Als je zelf naar richting klasse C denkt en zo in de orde van 75%. B, C. Nee, dan is B is beter, denk ik. Maar dan is het nadeel van B is dus dat je uiteindelijk dit krijgt. Hè? Dus je moet even kijken of je dat weg kunt werken. En dat bepaal je door de grootte van de ruststroom. Dus dan kun je een heel klein klasse A gebied halen en toch een hele hoge efficiency. Je hebt niet zoveel staal nodig, want je gebruikt het staal beter. En het is weinig gevoelig voor gekloot op de voeding. Want gekloot op de voeding, dat wordt door beide buizen gezien. En dat is hier dus. En dat tilt het geheel alleen maar naar boven en naar beneden. Maar dat creëert geen verschil over de travo. Dat klopt alleen als die buizen dezelfde weerstand hebben inwendig. En die truc heb ik gebruikt bij de supertriode modificatie. Op mijn website kun je dat vinden. Waarbij ik dat netjes afregel. Dus dan maak ik eerst de ruststromen gelijk. En dan vervolgens kijk ik naar het bromsignaal. Waarbij ik een van die inwendige weerstanden regelbaar heb gemaakt. Door middel van tegenkoppeling. En als het bromsignaal de minimale is, dan zijn dus die inwendige weerstanden gelijk. Dat is de truc die erachter zit. Het bromsignaal geeft dan nog wel op de modulatie. Wat zeg je? Het bromsignaal geeft toch nog wel op. Niet aan de secundaire kant. Zagen we net bij die ETI-waars, die zijwaartjes. Ja, maar dat is heel ver weg, ja. Ja, klopt. Krijg je weer geen faseprobleem? Want als je lokaal weer één ding gaat extra tegenkoppelen, dan wordt dat weer effect. Ja, dat heb ik weer zo ver buiten de grenzen van het audiobereik getrokken dat ik daar dus dan geen last van heb. Waar staat dat beschreven? Even heel duidelijk. Ik dacht in hoofdstuk 9. Gaan we even kijken. Niet volversterker, ook niet autobias, ook niet mini-triode, ook niet gitaarversterker, universele versterker, ja. Ja, dat heb ik beschreven in detail op bladzijde 304. In het schema wat daar staat, bladzijde 304, supertriode. En je kunt het ook op mijn website vinden, want daar leg ik het ook uit. Waar vinden we die website? www.mennovanderveen.nl. Dat is dus voor dit. Voor de DVD. Ja, ik zal het even opschrijven, want dat is dus info@mennovanderveen.nl. Ja, ik ben niet zo scheutig met mijn naam te noemen, want ik heb bij de vorige masterclass op de donder gekregen dat ik Menno te veel profileerde, alsof de hele buizenwereld alleen uit Menno bestaat. Maar dat is dus niet zo. Maar je vindt daar meer gegevens. Wat zeg je? Vandaag wel. Nou. Zolang we erom kunnen lachen, is het goed. Ja, precies. Ja? Er zijn ook wat nadelen. Het spectrum van de vervorming is niet zo maskerend. En weer even toch dat figuurtje, ik blijf dat belangrijk vinden. Hier heb je die 1 kHz, hier heb je die harmonische componenten en zo. En die moeten onder de maskeringscurve vallen. Nou, daar heeft die push-pull heeft het daar wat moeilijker mee. Vooral bij de hogere harmonische.
Terwijl dat bij single ended bijna van natuur gaat. De schakeling is ook wat complexer. Omdat je dus een fasedraaier nodig hebt, omdat je die buis in tegenfase moet aansturen. Voor die fasedraaier zijn ontzettend veel methodes, ontzettend veel oplossingen. Een van de mooiste is dat je daar een trafo voor gebruikt. Omdat je dan, toch even noemen. Kijk, als je zo een buis hebt en zo een buis. En hier heb je, ik doe het maar op zijn allersimpels nu even jongens. Aarde. En hier heb je dat rooster, het stuurrooster. Ik doe niks aan bias en zo. Ik ben even Jantje piloot. En zo maak je een fasedraaier. Nou, er is een ontzettend groot voordeel aan deze schakeling. En dat is dat als je hem heel ver uitstuurt, dan gaat op een bepaald moment de rooster-kathodespanning positief worden. En als VGK groter dan nul is, dan neemt er een stroom plaats. Dan vindt er een stroom plaats in het rooster. Nou, zo'n trafo is een ideale schakeling om die roosterstroom direct af te voeren. Momentaan. Want de ohmse weerstand van de draad is peanuts. Dus dat doet hij gewoon. Heb je nou een fasedraaier? Ik doe weer even Jantje onnozel. Condensator en op de een of andere manier nog weer een ander buisje en hupsakee, ook weer een condensator. En dan krijg je hier wat lekweerstanden en dan ga je je rooster van je eindbuizen in. De kathodes worden hier geaard, anode en zo. Dan krijg je het verhipte probleem dat als die dingen stroom trekken, dat dan die condensatoren geladen worden. En deze lekweerstanden die zijn hoogohmig, dus die voeren die lading niet snel af. Dus in transient gedrag is dit ideaal, in lineariteit is dit ideaal. Vooral bij microdetails is dit ideaal, want dit gaat weer in de ondergrenzen van zijn magnetisme kloten. Maar qua snelheid is het het beste. Dus ja. Dat zijn allemaal plussen en minnen en ik heb die dingen allemaal uitgeprobeerd. En als je mijn literatuur nakijkt, dan ben ik toch meestal bezig met deze schakeling. Alleen ik pas een truc toe. En de truc is, vooral bij gitaarversterkers doe ik dat, dat ik een mildere weerstand, normaal, zo beschouwen we die, toevoeg, stopweerstand, die maak ik groot. 47k, want bandbreedte is bij gitaarversterkers niet zo'n issue. Ga je dan de oversturing in, dan valt heel veel van die stroomtrekkende spanning valt over die weerstand weg. En dan gaat de versterker niet zo in verzadiging. Maar dan gaat hij zo in verzadiging. En dat is een veel zachter verzadigingsgedrag wat uitsluitend alleen maar door die weerstanden bepaald wordt. Ik ben niet de enige die het truc toepast. Bijvoorbeeld in de versterkers van Dolph Koch zie je dat ook heel duidelijk. Dat hij gewoon zegt van ja, ik wil dat oversturingsgedrag ook onder controle hebben. En bandbreedte, ja, boven 20 kHz, dat hebben we niet in de gitaar. Dus dat maken we ons druk. Dus dan doe je dat. Het is een hele slimme truc. Nou is het zo dat we het niet over OTL-versterkers hebben. Daar heb ik net gehoord van Peter Dielemans, dat hij daar binnenkort met een geweldige publicatie over gaat komen. Output Transformerless. Ja? Dus er zit er geen uitgangstrafo in. En Peter die heeft daar een hele studie aan gedaan. We hebben dus net even de kans gehad om 5 minuutjes even dat te verkennen. Nou, ik verwacht er heel veel van, net als zijn vorige boek. Wat ook een geweldig boek is. Dit zeg ik niet alleen om te voorkomen dat Menno alleen hier glorie heeft, maar ik vind het gewoon echt. Ik vind dat Peter heel mooi werk gedaan heeft, waar hij een groot compliment voor verdient. Want Peter is een van de eerste die er ook mee starten om gewoon te zeggen, ik schuw theorie niet. Dat hebben we nodig. Dat moet opgeschreven worden. Al dat geleuter, zegt hij net tegen mij, wat je op het internet aan ideeën en meningen en visies aantreft. En dat praat elkaar maar na. Je wordt daar gewoon kotsmisselijk van. En
Wat dat betreft, Peter, ik ben heel blij dat jij dit oppakt, jongen. Dat vind ik geweldig. Ik heb het op mijn manier ook geprobeerd, laat ik het zo zeggen. Maar ik wou nu gaan praten over het samenspel, en nu ga ik nauwkeurig kijken, van buizen met de uitgangstransformator. Daar wil ik even naar kijken. Gewoon water is soms hartstikke lekker. Ja. Oh, ik heb het op. En ik wil daar expliciet nu naar kijken. En dan zeg ik, om mijzelf het leven gemakkelijk te maken, die eindbuizen, stel je nou even voor als een mooie spanningsbron, waar de sinuswisselspanning op staat. En ze werken zo dummy-dummy, of ze werken single-ended. En in serie daarmee zit de weerstand, wat hun inwendige weerstand is. Dat is een goed model. En we weten al dat die inwendige weerstand die ermee in serie zit echt niet constant is. Maar voor nu kunnen we de gang. Dan kun je het vervangingsschema van die uitgangstransformator weer opnieuw tekenen. En dan heb je dat dit stukje en dit stukje, dat zijn de buizen. Ook in verband met de eenvoud van mijn verhaal, deze weerstand is de koperweerstand van de secundaire en deze is de koperweerstand van de primaire. Ik veronderstel dat je je trafo zo gewikkeld hebt dat daar niet zoveel verlies in optreedt. 5% maximaal. Nou, dan mag je dat ook wel in je beschouwing nu. Ja, als je het precies wil weten moet je meenemen, maar dan laat ik het nu even liggen. Waar heb ik dan mee te maken? Ik heb dan te maken met een spanningsbron. Die heeft per definitie een inwendige weerstand 0. Daarmee in serie staat een weerstand. Ik heb de trafo met zijn capaciteit, zijn lekinductie, zijn zelfinductie. En ik heb de impedantie van de luidspreker. Ik veronderstel ook even voor de leut van mijn verhaal dat dit een geweldig mooie luidspreker is die een constante impedantie heeft. Dat maakt het leven zo eenvoudig. He? Maar de praktijk is anders, dat weten wij allen. Want wat zie je in werkelijkheid? Je ziet dingen als dit. Zo. Dat is het impedantieverloop wat de werkelijkheid optreedt. Nou, dat heeft wel aardige repercussies, maar om even te verkennen, stel ik mij voor dat dat dus constant is. Nou, dan krijg ik met die spanningsbron en die weerstand en die condensator en die lekinductie en die zelfinductie en die impedantie van de speaker, krijg ik een filterstructuur waarin ook nog de term A voorkomt. En dat is de verhouding van het aantal secundaire en primaire wikkelingen. Wikkelingen, ja, ik zeg het goed. Nou, in mijn boek geef ik wel hoe die formules er allemaal compleet uitzien, waar alles in meegenomen wordt. Maar soms is het ook vereenvoudig, is het prettiger om wat inzicht te krijgen. En dat doe ik dus nu door te gaan kijken naar wat er gebeurt. Kijk, een transformator die gedraagt zich in het frequentiedomein bij 1 kHz perfect. Daarom meten we daar ook altijd. En bij 100 Hz en lager begint de kloterij en boven 20 kHz begint ellende ook. En daarom meten we daar bij voorkeur niet. Maar het is wel leuk om daar te kijken, want daar leer je pas wat. En daar gebeurt het. Nou, aan de onderkant heb ik al verteld dat je een eerste orde filter krijgt. Daar staat hij. 6 decibel per octaaf. En die wordt bepaald door ZAA, de primaire impedantie van de transformator. En de generatorweerstand, dus de inwendige weerstand van de buizen samengenomen. Gedeeld door 2 maal pi, dat is weer 3,14 LP. Daar begint hij af te vallen. Voor alle duidelijkheid, en dat weten wij allemaal wel, maar een transformator
heeft geen primaire impedantie. In een transformator heb je de luidsprekerimpedantie. En die wordt naar deze kant getransformeerd als ZAA is NP gedeeld door NS in het kwadraat maal Z-lood. Nou, als je geen luidspreker aansluit, heb je dus ook geen primaire impedantie. Goed, maar aannemend dat ik een luidspreker heb met een constante impedantie, dan krijg ik een primaire impedantie en die komt hier in die formule voor. Zo moet je dat lezen. Maar dat betekent dus ook dat als die luidspreker wiebelt in zijn impedantie, dat deze frequentie dus ook wiebelt in zijn waarde. En daar berust heel hoofdstuk, straks het vierde blok berust daarop. Dus aan de lage kant is de zelfinductie als het ware bepalend, plus die impedanties die ik net noemde. Aan de hoge kant zijn de lekinductie en de interne capaciteit bepalend. Er zit toch wel wat corrigerende factoren in, maar daar wilde ik nu de nadruk niet op leggen. Dus die vind je in de officiële formules in mijn boek. Maar hoofdzakelijk de lekinductie en de capaciteit bepalen in het hoog waar die met een tweede orde filter begint af te vallen. Maar hij kan ook gaan pieken. Dat heb ik aangegeven met Q. En die Q, als die groter is dan 0,74, correct gezien, dan begint dat waarneembaar te worden. En die Q die wordt bepaald door de primaire impedantie dan weer en de verhouding, en dat is heel wezenlijk om je dat te realiseren, de verhouding van lekinductie en interne capaciteit. Dus die verhouding gaat dan ineens bepalend worden. Nou, wat is nou de grap? Als je EI-trafo's maakt, dan heb je dat, ik geef het symbolisch aan, dat CIP klein wordt en dat LSP groot wordt. Dus je hebt daar heel snel dat Q groot wordt, dat die gaat pieken. Als je dan kijkt bij ringkern, dan heb je dat CIP groot wordt en dat de lekinductie klein wordt. Dus je eindigt vaak in een lagere Q-waarde en geen pieken. Nu is het aan de trafo-ontwerper om de verhouding van die dingen zo te bepalen dat je lekkere mooie frequentiekarakteristiek krijgt en dat het gewoon past. In mijn eerste boek heb ik daar zeer uitvoerig over geschreven. Ik vergelijk daar ook de prachtige trafo's van Unitran met mijn ringkernen en laat zien dat een Unitran-trafo verdomd goed doet als je hem als triode schakelt. Maar als je hem als pentode schakelt, dan piekt hij. Nou ja, succes voorbeeld is allemaal boek 1 en dat ga ik nu verder niet herhalen. Maar er zijn wat consequenties die je aan dit eenvoudige plaatje kunt verbinden. De eerste is, je wilt eigenlijk deze F-3 laag zo laag mogelijk hebben. Dan kun je goede lage tonen weergeven en dan krijg je ook niet die opeenstapeling van filters in dat domein. Wat moet je dan doen? Nou, zorg er dan voor dat je primaire impedantie en de inwendige weerstanden laag zijn. Dus dat zijn triode-achtige schakelingen. Geldt zowel voor single end als voor push-pull. Dat is gunstig. Je wilt ook graag dat je LP, die staat in de noemer, zo groot mogelijk getal is. Want er wordt, omdat die in de noemer staat, die F met 3 laag, je wordt ook lekker klein. Nou, dat kun je gemakkelijk bij push-pull bereiken, maar bij single-ended is dat door die een beetje tricky, is dat wat moeilijker. Ik blijf erop wijzen dat RP en, RG en LP niet constant zijn en ik ga nu naar het hoog. Weet je wat gunstig is?
dat deze F-3 ergens in de buurt van 100k of zo gaat optreden. Nou, dan moet je wel erg studeren op je LSP en CIP, hoe die waardes dan moeten worden. En ook hun onderlinge verhouding moet je goed kennen om niet dat rotte piekgedrag te krijgen. Nou, dat is een kwelling voor iedere transformatorfabrikant, voor mij ook. En ik leg daar dus nu verder niet de nadruk op. Het is onze taak om dat gewoon op te lossen en om dat netjes te doen. Ja, en dan komt de goedwillende amateur of de goedwillende professional die een fabrikant is. En zegt, ja jongens, mooi, leuke theorie, fantastisch. Lever mij maar zo'n trafo. Nou, dat kan dan ook. We moeten flink in de buidel tasten. Dus na een tijdje zegt hij, ja, fijn dat het allemaal werkt. Maar ik val met mijn productie niet helemaal in de goede prijsklasse op dit moment. Kunnen we daar wat aan doen? Nou, dan haak ik meestal snel af. Ik zeg, ja, kwaliteit, er moet voor betaald worden. Nou, ik wil toch een goedkope EI. Ja, maar joh, dat klopt. Je lekinductie en capaciteitwaarde dan niet. Nee, dat los ik extern wel op. Ja? Nou, dat kan. Dat ga ik nu behandelen. Je kunt buiten de trafo om heel veel doen. Is het misschien nou het moment dat ik even laat zien hoe ik mijn trafo... Ja, ik vind zo dat je op hoogspanning staat dat dit is jouw moment. Ja, ik denk dat dit echt het moment is. Kom, hier heb je pennen. Ga ik even rustig zitten. Ga ik lekker naar jou luisteren. Ja? Wacht even, nee, doe dat veel... Even wachten, echt even wachten. Nou. Doe dat veel zorgvuldiger. Even, wat is je vraag precies? De RG in jouw formule? Ja. RG, is dat gewoon de R-buis? Ja. Is dat 2,5 kilo ohm bijvoorbeeld bij 10k RAA? Hoe is dat één buis geteld? Ja, Ja, dat, ik vind het heel kort, maar ik ga erop in. Mag ik dat... je hebt nog wel even geduld, hè, dat ik dat goed behandel. Ja, want... ik geef geen theorie omdat het iets is van... oh, wat leuke formules heeft Menno neergeschreven. Maar ik geef theorie omdat je er wat mee kunt. Dus dit is een praktijkvraag. Die moeten we goed behandelen. Doe ik nu. Als je, mag ik even een voorbeeld nemen van de EL34? Als je die in pentode schakelt... dan heeft hij een RI van 40k ongeveer. Sorry, 15k. Ongeveer. Ik probeer even een richtlijn te geven. Als je dan een push-pull versterker neemt, dan is je RG 2 keer RI. Dan is hij dus 30k om. Als je die EL34 in ultra-lineair zet, dan is je RI ongeveer 4K5. Bouw je push-pull, dan wordt je RG dus 9K ohm. Doe ik het in triode, dan is je RI ongeveer 1K5. Doe je het in push-pull, dan is je RG... 2 maal RI is 3K ohm. Zie je dat ZA er dus niet in voorkomt? Dus je moet naar de buis zelf even kijken. En ik had de indruk dat je dat even niet helemaal pakte. Is het nu wel duidelijk voor je wat er gebeurt? Ja, dus deze vraag is voldoende beantwoord? Ja? Nu heb ik pauze. Het lijkt geen twijfel dat de ringkerntransformatoren de mooiste trafo's zijn die je kunt maken. En waarom is dat zo? Als je naar het ijzer kijkt, is het gewoon een gewikkelde band die in één keer doorgewikkeld is. Hè? En dan kun je natuurlijk het allermooiste ijzer, het mooiste magnetische materialen kun je daarvoor kiezen. Met één keer, dan moet er gestampt en gedaan worden dat het magnetische eigenschappen van dat ijzer die zijn nooit zo mooi als bij een ringkerntransformator. Ja, een ringkerntransformator heeft één nadeel, als je die zelf moet wikkelen, dan krijg je net zo goed als met één kern,
krijg je altijd asymmetrie. Want als je in zo'n transformatie kijkt voor balans, ik heb het alleen over balans. Als je naar zo'n transformatie kijkt, dan zie je de laatste secundaire ontwikkelingen zitten in dit geval. Dan wil je natuurlijk dat deze kant zich net zo gedraagt als die. Dat wil zeggen, die capaciteiten die hier zitten, ja, onderling, althans blijf ik even naar de aarde tekenen. Dat is misschien de capaciteit die je hebt. Die wil je ook voor beide wikkelingen weer niet hetzelfde hebben. En het is vooral ontzettend belangrijk als je step-up transformatoren voor bestaande markt. Maar dat terzijde, maar voor een balansversterking is het ook van het grootste belang. Hoe kun je dat voor elkaar krijgen? Nou, er zijn ook kernen die zien er zo uit. Zoals een C-kern. En het aardige daarvan is, en dat betekent het niet helemaal zo, maar het aardige daarvan is, ik heb wel een luchtbeweging, dan zit die twee schoenkopers op. En dan kunnen we als amateurs kunnen we natuurlijk veel beter op schoenkopertjes wikkelen. Dan kun je op je boormachientje met wijze van spreken, op je draaibankje, kun je die dingen wikken. Maar dat is het aardige daarvan, als je nou die piek, de laatste spanningswikkeling leg je hier onderop. Op deze spoel. En op die spoel. En die zet je op de goede manier natuurlijk parallel, moet je op de wikkelrichting letten. En dus deze secundaire kant, of de primaire kant, primaire kant, die wikkel je hier op deze kant. En die kant, die wikkel je hier op. En dat doe je zo, dat deze bovenop uitkomt, bovenaan, de wikkelrichting kies je zo, dat die hier bovenop zit. En de wikkelrichting kies je met deze zo, dat die bovenop zit. Dan heb je ten eerste de capaciteit minimaal. Ten tweede heb je ze absoluut gelijk. En het worden trafo's zo schitterend, zo breedbandig. Kijk aan de lage kant, want dit is natuurlijk altijd het probleem met de transformator. Die hebben we eruit gekregen allemaal aan. Ik benader het nog even anders. Als je kijkt naar de impedantie, gewoon hier zo de impedantie tussen die twee dingen. Dat meet ik altijd op die kant, want ik mag ook een beetje vertalen, dat zet ik gewoon los. Hè. Dat ziet er altijd zo uit. Hè. Hier heb je dus last van die LP, van die parallel zelfinductie. En die gaat sky high en dan gaat die dan weer naar beneden. Waar komt die vandaan? Nou, die komt bijvoorbeeld door die capaciteiten en door die spreiding zelfinductie die je hebt. Hè. Want als je het helemaal simpel maakt, simplificeert, dan heb je dus hier weer te wachten. Nou, als je deze nou zo goed als weet te elimineren, maar vooral dat je ze voor beide poten gelijk maakt. Dat kan niet anders, kun je alleen maar zo. Ik ben heel benieuwd hoe je dat niet kan. Maar dan, in die spreiding zelf, dat laatste, dat heb ik niet gehoord. Wat zei je, dat zo? Dat zal wel zo zijn, mijn linker. Ja, ik hou niet van vermoedens, ik hou van feiten. Ja, oké, maar dat wil ik graag van je horen, hoe je dat doet. Okay. Maar die parallel, wat is altijd het probleem? Als je deze zelfinductie hoog wil maken, dan gaat dit naar beneden toe. Maar dan komt die als een speer komt die erachteraan. Dus je bandbreedte, je kunt wel wat heen en weer schuiven, maar hij is beperkt. Dus je bent of aan de lage kant, dan word je de kat verbeterd, dan word je naar de hond verbeterd. Maakt niet uit, maar dat is dus het probleem. Ik vraag me ook altijd af, waarom verdeel en heers maken versterken voor het laag? Maken versterken voor het hoog? En neem de overname voor de verzekers. Dan heb je een traagpip voor het lage traag te maken. Die ongelooflijk veel zelfinductie heeft. En die maakt tot zeg dus, van een paar honderd hertz volhoudt. En dan kunnen we het hoog hier willen gaan. Dan kunnen we een traag maken die is klein hard met een 9 hertz. Waarom doen we dat niet? Even blijven staan. Ben je heel duidelijk voor de dvd-opname heel duidelijk je naam noemen? Want dat hebben we even nodig, want je komt ineens uit het oneindige. Dus, mijn naam is Herbert Rutgers. Wil je iets over jezelf vertellen? Ik heb een tegengewerkt bij Philips. Ja. Kun je iets over vertellen wat je hoge taak was? Oh nee, wat ik bij Philips allemaal gedaan heb. Nou ja, ik zou een software maken. Ja. Maar ik ben begonnen met het bouwen van zenders. In eind 50 jaar, begin 60 jaar heb ik in de zender uit op het Atlant gewerkt. En daar ben ik dus uitgebreid met buizen en al dat soort zaken bezig geweest. En vooral televisiezenders, die moeten dus hartstikke lineair zijn, al die eindtrappen. En single-sided zenders, maar vooral die tv-zenders, dat was allemaal AM. Dus hoe je een balansversterker moet maken die hartstikke lineair is,
dat komt daar precies dezelfde manier aan op. Alleen heb je dan die late bedraven, maar dat is een ander verhaal. En daar kom ik vandaan. En daarna ben ik software ingedoken en ben ik in de Z-amateur en ik bouw halfgeleidversterkers hoor. En waar ik nu mee bezig ben, ik ben gepensioneerd, maar ik zit nog met Tentlabs. Tentlabs is een eenmansbedrijf van Guido Tent. En die houdt zich bezig met allerlei kleine dingetjes, en vooral op het digitale stuk van audio. En nu blijkt, en die schakeling heb ik ontwikkeld, dat je de klopschakeling met zeer weinig hitte kunt maken en dat daar je audio-kwaliteit werkelijk met factoren betekent. Dat als internationaal erkend wordt. Ja, maar ik heb nu een schakeling gemaakt, die is nog niet op de markt. Oké. Dat, als je dat hoort, ik geloof het zelf niet. Ik zet het ook eraan en denk, wat gebeurt hier dan? Ja, dat kan toch niet. Ja. Het is toch echt zo. En dan, die zegt, wat maakt dat nou zo wel uit? Ja, dat maakt zo wel uit. Goeie klok. Mooi hè? Ongelooflijk mooi hè? Ja. Nou, dan heren, ik ken dit werk van Herbert en ik ken ook die samenwerking met Guido, want ik doe dat ook dan. Met die autobias-schakeling die ik bij hem neergelegd heb. Dat is dus klasse allemaal. Dus als je nu Herbert wil bevragen over zijn goede werk, dan ga je gaan. Ja, ik wil wel voordat de oppositie en de verdediging elkaar gaan treffen. Hebben we het altijd over de secundaire dan, of de secundaire zelfinductie en de primaire zelfinductie. Er is ook nog iets dat heet wederzijds inductie. Koppelfactor. Ik hoor altijd vogelies van koppelfactoren van de linkerhelft en de rechterhelft. Die wil ik graag gelijk hebben. Ik heb gezien dat dat een weerzinwekkende invloed op de kwaliteit van de poespoel heeft. Dat weet ik niet. Of dat is. Kun je daar iets van één van jullie twee... Nee, ik heb het Herbert. Jij gaat straks ongetwijfeld. Ik zou graag dat jullie dit in de overpeinzing mee. Dat is goed, Peter. Dat is dus Peter Dieleman, even de schrijver van het vorige boek. Nou, even transformatortheorie. Als je hier een transformator hebt, die een praktische transformator is, dan maakt het niet uit of het een licht net transformator is of iets anders. Die kun je omzetten naar een ideale transformator, die betekent het al even zo. Dat is een ideale transformator. Dan begint helemaal niks aan. Die zet precies dezelfde wikkeldraging om, heeft geen primaire zelfinductie oneindig, de spreiding zelfinductie is nul, en zo weer. Als je deze transformator omtransformeert naar hier, dan krijg je hier zo, krijg je natuurlijk wikkelweerstand. Dan heeft een beetje capaciteit, dan heeft een beetje spreiding zelfinductie. Dan kun je ook die ene spoel kunt het allemaal doen. Dan hang je hier belasting aan, dan zal je uitsprekend zijn dat je in ons kan. En dan kun je hier hetzelfde verhaal, wikkelweerstand die je hebt, capaciteit, spreiding zelfinductie. Als dit een ideale transformator is, dan kun je dus alles gewoon met n kwadraat omzetten naar deze kant. Hè? Dus dit schema kun je weer tekenen, dan kom je het schema terecht van n over. Je hebt een spreiding zelfinductie. En als ik er net hoe je definieert waar je die capaciteit in zet, die mag je van hier neerzetten of daar. Hij zal gespreid zijn, dan zal hier een beetje capaciteit zitten of daar een beetje. Als je het echt aan rekent. En dan hebben we hier die ideale transformator. Maar in deze weerstand van het ding, deze, en waar bestaat deze zelfproductie daaruit, die spreiding zelfinductie. Dat is n kwadraat van die plus die. Ja. Dat is van de schakeling opschrijven. Je kunt het vervangen door één zelfproductie, één weerstand. 1 capaciteit of 2, dat mag je zelf weten. Dan zit hier nog 1 kwadraat keer de lood. Dan zullen we even 1 kwadraat keer die 4 over. Nou, en wat was nou de vraag? Dat je wilt dit, hier die spreiding zelf, dat je hetzelfde hebt als daar? Waarom zou je dat willen? Nee, ik wil de secundaire, die is gekoppeld aan de ene helft van de primaire. En hij is gekoppeld aan de andere helft van de primaire. Oh, bij mij een trafo? Nee, bij het andere. Bij een balans uit van trafo. Altijd. Want hij heeft koppeling met beide primaire helften. En Menno heeft zelf een regelschakeling op de R
twee van die buizen gelijk te maken, dat is vruchteloos als die koppelfactoren niet dramatisch gelijk blijven. Koppeling van de ene op de andere. Nou, dat moet je met een vraag. Je zit daar net een draad voor in, waar je twee secundairen hebt en twee primairen eroverheen. Ja, en mijn vraag is aan jullie beiden, wil je ingaan op de symmetrie in de koppelfactoren van die beide dingen? Ik heb twee spoelen gemaakt. Ja? Ik heb hier twee spoelen gemaakt. Twee spoelen ingehouden. En die heb ik zo goed mogelijk gelijk gemaakt. Het enige verschil is dat hier die vele wikkelingen die andersom op liggen, aan de dag. Dat is het enige verschil. Waarom? Omdat ik die alle twee bovenop wil hebben. Zodat ze meer mogelijk capaciteit hebben. Deze dingen zijn gewoon hetzelfde. En de spreidingsselfreductie die hier meet en die daar meet, is precies hetzelfde. En hoe meet je die spreidingsselfreductie? Gewoon is die vele wikkelingen kort sluiten. En op die lage wikkeling meet je die spreidingsselfreductie. Kun je gewoon meten met impedantie meten. Als verschillende frequentie. En dat kun je voor die ook doen. Die dingen kun je ook op elkaar leggen, die zijn hartstikke hetzelfde. Als je nou op de ene het signaal zet en bij de andere het resultaat meet, dan krijg je iets van de spreiding, want er gaan wat krachtlijnen, om het oude begrip maar eens te gebruiken, ergens de ruimte in daartussen. Ja, nee, maar die dingen staan wel parallel. Ik denk dat je dat bedoelt, hè, dat dat die onderlinge koppeling is. Die is niet oneindig stijf. Of is dat niet de bedoeling van die vraag? Nee, ik heb van hem de vraag gehoord, hoe krijg je die spoelen gelijk? Hoe krijg je de koppeling? Dat heb ik begrepen. Heb ik de vraag goed begrepen van deze wikkeling naar die en van die wikkeling naar die? Hoe krijg ik die gelijk? Ja, nou, als ik hier twee van die wikkellichamen maak en die maken twee lichamen gelijk, dan is die koppeling ook hartstikke gelijk, want hier staan hier twee parallel van. In feite. In ieder geval, deze gekoppeld, die gekoppeld, die zijn gelijk, dus. Daar ben ik het mee eens dat klopt. Dit is een benadering die met twee spoelen op een hele mooie manier gedaan kan worden. Bij mijn ringkernen los ik dat op door de primaire en de secundaire drastisch te segmenteren. Dus in alle tussenlagen en dan onderling af te wisselen. En dan kan ik modellen volgen waarbij ik zeg van ik laat de primaire lagen elkaar volgen. Of ik kan ze ook nog laten verspringen in positie. Dat is dan in een tekeningetje bijvoorbeeld dit is nummer 1, dit is nummer 6, dit is nummer 2 en dit is nummer 5. Snap je enzovoort. En dan dat zo een serie zit. En daarmee streef ik er dan naar om die koppelgelijkheid na te spreken. Is dat jouw veel blauw en zwart verhaal? Dat is in ieder geval het veel blauw en zwart verhaal. Ja, want je kunt, ik heb heel vaak, ik maak hem even af, dan heb ik hier dus drie. In het allemaal? Ja. En dan heb ik hier de secundaire. Ik mis het hier nog. Is er geen dure oplossing zijn? En deze staat allemaal gewoon aan elkaar parallel. Afhankelijk van het is altijd het doel wat ik nastreef. Hoe ik segmenteer. Maar dit is bijvoorbeeld als ik de primaire en de secundaire zoveel mogelijk gelijk koppeling wil geven. Maar het is niet de optimale oplossing om een zo laag mogelijke capaciteit te krijgen. Dus dan word je op een andere plek weer gebeten. Ja? Hier, ik let. Was nou Herbert of Hubert? Herbert. Ik kijk naar de klok. Wij zijn gebonden aan de tijden van dit grote gebeuren. Dank voor je bijdrage. En volgens mij moeten we nu pauze houden. Die duurt een half uur. Ik weet niet hoe het allemaal geregeld is. Dat weet Ferdinand wel, maar er zal hiernaast misschien nog iets staan. En dan gaan we daarna weer vrolijk verder. Kijk, de gedachte waarmee ik zo net eindigde was van je zit natuurlijk met een probleem als je zelf geen trafo-ontwerper bent.
Want dan krijg je zo'n ding. Oh, pardon, dan koop je zo'n ding. En als het even kan, kost je dat nog een heleboel geld ook. Nou, voor mijn gevoel zijn we nu weer compleet, hè? Dan doe ik, denk ik, nou de deur maar dicht. Nou, en als je dan zo'n ding verkregen hebt, dan zit je gebakken met de gegeven waarden. Nee, dan kun je daar niks meer doen. Nou, je kunt wel wat doen, en dat wil ik toch wel even duidelijk proberen te stellen. Kijk, als je nou naar het laag kijkt, dan kan het zijn dat je niet laag genoeg komt. En dat is dan altijd de LP-waarde, maar dan let nou op, F min 3 laag is ZAA parallel aan RG gedeeld door 2 pi LP. Nou, je kunt niks doen aan die LP-waarde, want dat is de trafo zelf. Die ZAA is vaak ook optimaal gekozen, dus daar kun je ook weinig aan doen. Maar je kunt wel wat doen aan die RG-waarde. Namelijk door de buis anders in te stellen. Hoe doe je dat dan? Nou, het meest eenvoudige voorbeeld is dit. Je hebt de pentode en hier heb je je trafo. Je stuurt aan op het stuurrooster en je kunt naar triode gaan. Je kunt naar UL gaan. Of je kunt naar pentode gaan. En dan is pentode de hoogste RG, UL is lager en triode is weer een stuk lager. Nou, dan moet je het op die manier moet je het oplossen. Maar dan is hier het probleem dat je vermogen gaat opofferen. Als je naar de triode kant gaat, dat is vervelend. Dan moet je dus de truc van Menno toepassen. En dat is dit doen. Dan ga je namelijk tegenkoppelen over de eindbuis. Met een weerstand R2 en een weerstand R1 en een C'tje hier om ervoor te zorgen dat die hoogspanning van de anode niet op je stuurrooster terechtkomt. En dan door de verhouding van R1 en R2, en kijk dan alsjeblieft op mijn website en ook in mijn boek, ik werk dat helemaal uit, kun je gewoon bijna iedere inwendige weerstand creëren die je maar wil, maar het gaat niet ten koste van je vermogen. Dus je kunt blijven uitsturen. Wat zeg je? Wat rendement, ja. Heeft gewoon geen rendement. Exact. Nou, je kunt ook omgekeerd de situatie hebben dat je veel te veel laag hebt en dat de konings zitten te doen of zo. Nou, dan kun je dit allemaal omdraaien. Dan ga je dus de weerstanden hoog kiezen. Maar als mensen zeggen ik heb te veel laag, dan is dat vaak dat ze bedoelen dat het laag boemerig klinkt. Dat is mijn praktijk. En als laag bij de bepaalde luidspreker boemerig klinkt, is het meestal dat de demping van de versterker niet voldoende is. Dus dan wordt de luidspreker te weinig onder controle gehouden. Dan zijn er twee oplossingen voor. De eerste is met een prop, schuimwol of wat dan ook, de poort van de basreflexpoort dempen. Dat scheelt een enorme slok op een borrel. Dus dat duw je er gewoon in. Dus dan pak je de luidspreker aan. En de tweede methode is, ga de tegenkoppeling toepassen. En dat behandel ik straks als apart hoofdstuk. Dus met je gegeven LP-waarde, je hebt die trafo nog één keer, je hebt er €600 voor betaald, je bent blut, je kunt geen kant meer op en je bent ontevreden. Oh, je hebt er €60 voor betaald, ook goed. En toch wil je.
wat oplossen? Nou, dan geef ik hier wat handreikingen in principe. En je kunt mijn boek er echt over nalezen. En op mijn website ook. Maar dan krijg je weer controle in ieder geval. Want je weet waar je het moet zoeken. Daar gaat het om. Nou, bij het hoog... 1 kHz is allemaal perfect. Dus we hoeven alleen maar aan de randen te kijken. Bij het hoog... Het is eigenlijk hetzelfde soort situatie. Je kunt daar te weinig hebben. Dus de versterker klinkt een beetje dof. Wat moet je dan doen? Op dezelfde manier als bij die laag. Als je met triode aan gaat sturen, verbetert de zaak aanzienlijk. Hè? Je maakt RG dan kleiner. Want er is naar verhouding die lekinductie en die capaciteit minder storend. Je kunt het ook proberen op te lossen door meer te gaan tegenkoppelen, want dan trek je de frequentiekarakteristiek rechts. Dat is je speelgoed. En dit is gek. Als je te veel hoog hebt, dat is een beetje een vreemde fout, dan is vermoedelijk dit gedrag aan de orde. Opslingering. Dat is dus je Q-factor. En om dat op te lossen, moet je overwegen om over de hele primaire een combinatie van weerstand en condensator te zetten. Ja. Want dan maak je dus die C groter. En dan daalt automatisch, kun je op je vorige bladzijde van je boekje zien, daalt je Q-factor. Dus dat is wat je dan aan het doen bent. Nee, die R die is om bij veel hogere frequenties de problemen te voorkomen. Want dat effect van die condensator moet niet eeuwig doorgaan. Er moet een bepaald moment weer stoppen. Ja? Nou, dit lijken heel eenvoudige regels, maar ik heb altijd het gevoel dat hoe eenvoudiger het is, hoe sneller het ook uit de gedachten wegslipt. Terwijl er hele goede redenen voor zijn om zo gericht ergens naar te kijken. Bij een trafo, je hebt hem gekocht. Je zit met... Misschien dat je niet eens de waarde weet van wat je in de vingers hebt. Wat je LP en LSP en CIP hebt. Misschien weet je dat niet eens. Dan kun je dus extern... Kun je in het goede werkgebied terechtkomen. En dat is wat ik je dus nu vertel. En dat zijn de trucken daarvoor. Ja, ik ben er altijd al verbaasd, want vroeger toen ik de andere versterkertjes bouwde, 4 watt met de EL3 en zo, zat er over de primaire andere capaciteit, de mica moest dat zijn van 2000 PR. Ja. Dat heb ik nooit vergeten. En later heb ik dat allemaal verlaten, alles geleide versterkers gemaakt, en nu ben ik weer terug aan het kijken naar de buisversterker, dan wil ik die C nooit meer terug. Nee. Maar het is dus om een beetje een rotterig trafootje te... Ja. Toch nog. Ja, dat was echt de reden. Ja, ja precies. Ja. Oké, okay. Ik bewaak nu even de tijd. Ik waarschuw heel erg van... Mijn boek staat vol van dit gekloot allemaal. En mijn website ook, dat we al die trucs aanreiken. Je hoeft mijn boek niet te bestuderen. Je moet het dus minstens doorbladeren dat het ergens in je hoofd zit... Van Menno zei eens een keer dat. En dat zijn allemaal van die door mijn levenservaring handigheidjes die ik overdraag. Ik wou het nu hebben over die dempingsfactor. En ik geef een hele speciale definitie. De dempingsfactor is een cijfer voor de eindversterker. Hoe goed deze de luidspreker onder controle kan houden. Dat is dus een uiterst subjectieve definitie. Maar als je geen demping hebt, dan moet de luidspreker zichzelf onder controle houden. En als je een te hoge demping hebt, dan voelt de luidspreker zich te veel gecontroleerd. En dan wordt het een beetje bibberig strak wezen. Maar er is eigenlijk zo'n soort optimum. Nou, en over dat optimum wil ik praten. En hoe moet je dat nou voorstellen? Als je een versterker hebt, dat is dat driehoekje. Dan krijg je dat die versterker... Niet alleen een versterkt en een uitgangsspanning levert, maar in wezen heeft hij aan de uitgang een intrinsieke ingebouwde weerstand van het systeem zelf. En dat noemen we de uitgangsimpedantie. En de luidspreker. Nou, je ziet hier al dat de spanning die de versterker levert zich over die zet uit en zet load gaat verdelen. En daar is deze formule voor. V uit
is vinylomzetlood gedeeld tussen uit plus zetlood. Dat is gewoon die verdelingsverhouding die daar optreedt. Nou, en toen heeft men de dempingsfactor ingevoerd met een 8 eronder, want je kunt hem verschillend definiëren. En dat is 8 gedeeld door zet uit. Dus, die 8 is dat de luidspreker? Ja, dan refereer je dat aan een 8 ohm luidspreker. Je kunt ook DF4 definiëren, daar ben je helemaal vrij in. Maar je moet vertellen wat je doet, dat is alles. Dus DF8 die refereert aan een 8 ohm luidspreker, een DF4 en een 4 ohm, een DF5 en een 5 ohm. He, dus zo simpel. Maar je moet het zeggen, dat is alles. Nou, dan kun je naar die formuletjes kijken. Als Z uit 0 is, dan heb ik hier 8 gedeeld door 0. Nou, dan wordt die dempingsfactor oneindig hoog. Dat is leuk. En in deze formule valt Z uit hier uit de noemer weg, wat ik nu aanwijs. En dan krijg ik V0 maal Z lood gedeeld door Z lood. En dat is Z lood gedeeld door Z lood. Dat is gewoon 1. Dus de luidspreker krijgt de volle map gewoon op zijn dak, ongefilterd. Dat is het effect. En meestal hebben we een set uit die wat groter dan 0 is. Nou ja, dan blijft hij hier staan in een noemer en dan krijg ik er dus iets minder uit. De uitgangsspanning die bij de luidspreker komt is wat minder dan de spanning eigenlijk zou kunnen leveren. Maar dat is het kernpunt niet. Het kernpunt is dat die luidsprekerimpedantie, die hangt van de frequentie af. Ik heb net dat tekeningetje al gemaakt. Z-lood moet je je vaak zo voorstellen, basreflex en bij hoogfrequenties. En er zit er nog een dip in crossover? Precies. In ieder geval gekloot, niet constant. En dat betekent dus dat die uitgangsspanning van de versterker ook dit gedrag gaat gaan volgen. En wanneer doet hij dat? Nou, vooral als die uitgangsimpedantie een hoge waarde heeft, dan gaat hij dat gedrag gewoon volgen. En dat is dus een killing factor, want dan denk je dat je een hele lineaire versterker hebt en dan krijg je een uitgangsspanning die evenredig is met de impedantie van je luidspreker. Nou, dat was niet helemaal de bedoeling. Of misschien wel, hè, maar dat is het. Nou, ik wou een graadje dieper kijken. Dat is dit. Ik zeg, we weten nu dat die uitgangsimpedantie bepaald wordt door die inwendige weerstanden van de buizen. En dat is niet constant. We weten ook dat die inwendige weerstand van de buizen afhangt van de manier waarop je ze schakelt, maar ook hoeveel je ze uitstuurt. Het is helemaal geen constant getal. Dat kan wel een factor 10 variëren hoor, vergis je niet. En dan, als dat allemaal door de uitgangsstraven gevoerd wordt en je gaat bij lage en bij hoge frequenties kijken, dan gaat die invloed van de LP en de lek en de capaciteit gaat ook nog een rol meespelen. Dus het hele klootje, dat wordt één wirwar van dingen die allemaal door elkaar heen gaan lopen en die allemaal hun effecten. Er is niets constant in dat domein. Alles varieert. Nou, dan is automatisch de demping ook afhankelijk van de frequentie en ook van die amplitude. Dat kun je voorspellen. En dan krijg je dat die spanning die bij die luidspreker aankomt echt niet meer constant is, maar van de amplitude afhangt en van de frequentie afhangt en van de uitsturing en weet ik wat allemaal. Nou, weet je wat je krijgt? Een soort driedimensionale grafiek. Er staat ook in jullie ding. Verticaal staat de dempingsfactor uit. Dus hoe meer ik deze kant op ga, hoe groter het vermogen wordt. En ik heb ook nog variaties in de frequentie. En als het nou allemaal constant was, dan was het een mooi plat vlak. Nou, forget it. Het is één wiebelend vlak met dalen en bergen en pieken en voorspelbare afwijkingen. En wat is nou het punt? Je hebt bijna niet onder controle dat specifieke klankeigenschappen van wat je hoort door dit gedrag veroorzaakt worden. Dan denk je, oh, dat komt omdat mijn hoog niet goed is. Nee, jouw dempingsfactor varieert, waardoor je op een bepaald moment misschien zelfs wel bij een bepaalde amplitude een uitslingering krijgt. Ik kreeg net een vraag van een van de gewaardeerde gasten die een versterker aan het voorbereiden is. En die zegt, ja, bij hoge vermogen begint mijn versterker ineens te motorboten. Ja, waar ligt dat dan in? Omdat dan die
uitgangsimpedantie, die frequentieafhankelijk is geworden. En als je dan ook nog tegenkoppeling toe gaat passen, dan... Dus dit is een van de onderschatte problemen. We weten het allemaal wel, maar we hebben het nog niet goed gesystematiseerd dat de overdracht van het vermogen naar de versterker werkelijk aan grove variaties onderhevig is. En dan kun je dat wel meten. Met zo'n apparaat kun je alles prachtig meten. En dan kun je wel zeggen, ja, de vervorming neemt toe. En dan vraag ik me af of de vervorming is die toeneemt. Of dat het hier in dit verschijnsel ligt. En om dat boven tafel te tillen, heb ik daarom het begrip dynamische dempingsfactor distortie boven tafel gehaald. Wat is er? Waarom lach je nou? Ja, maar je moet toch wat doen? Nou, ik kom in ieder geval tot de conclusie dat er een hele complexe relatie bestaat tussen de uitgangsimpedantie en de luidsprekerimpedantie. Dat die afhankelijk is van amplitude en frequentie en dat die bijna niet afzonderlijk traceerbaar is. Je kunt het in je ontwerpfase kun je het allemaal uitrekenen en dan kun je de vinger erop leggen. Maar het is heel moeilijk om te meten en daarom zeg ik ook, hou er in de ontwerpfase rekening mee dat je je realiseert dat, en dat teken ik weer even hier op dit bord, dat is best wel leuk om dat ook even te doen. Houd er in de ontwerpfase rekening mee dat je een beetje zicht hebt hoe de generatorweerstand als functie van de uitsturing zich gedraagt. Want dan krijg je ook een indruk dat het wel eens zo zou kunnen zijn. Die versterkers heb ik ook gebouwd die dit gedrag vertonen. Dat ze juist ontdempen bij hogere uitsturing. Ja, dat is een beetje vervelend natuurlijk. Want dan wordt de luidspreker juist weer losgelaten. En dan gaat hij een modderig geluidsbeeld opleveren. En dan is hij minder onder controle. Dat kun je alleen maar in ontwerpfase kun je dat zien. Door naar de karakteristieken te kijken en dan die dingen af te leiden en mee te nemen. Kun je het meten? Nou, er gebeuren zoveel fouten in een versterker tegelijk dat ik het heel moeilijk vind om verschijnselen geïsoleerd van elkaar te meten. Het gebeurt allemaal tegelijk namelijk. En ik, als laatste, ik vind dat dat gekloot bij 1 kHz niet zeggend is. Want daar zit ellende niet. Je moet aan de grenzen gaan zitten om te zien welke ellende daar optreedt. 1 kHz metingen zijn leuk voor de commercie.